Wat een ballentent is dit eigenlijk, hè? Valt gewoon mee? Ja, als ik nou nog mijn eigen kamer mocht. Maar hij wil samen in een suite. Hmm, ja, dat is wel balen. Hij wil me gewoon controleren. Oh, Bing doet het ook altijd, hoor. Best wel stom dat we nergens meer kunnen chillen zonder toezicht. Ja, alsof we 12 zijn. De garage was wel chill, maar goed, de rover is nu ook weg. Hey. Hey, wat doe jij hier nou? Kan ik het bestelbusje lenen voor een paar uur? Ik moet even een vriend helpen met wat spulletjes naar de kringloop. Wie dan? Doet dat toe? Nee. Nou dan, kan het. Is Scherben al terug van de groothandel? Volgens mij wel, toch? Ja. Ja. Nou, dan kan het. Maar. Doe je wel voorzichtig? Hm? Ik moet toch voor iemand zorgen? Loop maar door naar achter. Zeg maar tegen Scherben dat ik het goed vind. Ja. Hé, hey, vraag je. Nu Rover weg is, hebben jullie al plannen voor de garage? Nee, dat wil zeggen ja, die blijft gewoon zoals hij is. Oh, zonde. Ja, het is zo'n vette plek. Ik kan zo een paar mensen opnoemen die hem willen huren. Wie dan? Ik bijvoorbeeld. Nee. Maar waarom probeer je het paleis niet? Misschien is daar wel een leuk plekje voor je vrij. Paleis. Alsof ik daar privacy heb. Ja, dit was ook super handig hoe je het hebt aangepakt, maar niet heus. Hoor je wat ze zei tegen Anton? Daar moet op inspelen.